Zometeen in Vandaag de Dag, vooral in het midden en oosten van het land, een drukke ochtendspits door sneeuw. Gestuntel van minister Blok zorgt voor problemen met de Eerste Kamer. En opschudding in het rustige Muiden na de moord op een 24-jarige vrouw. Zo in Vandaag de Dag na de ster. Goedemorgen en welkom bij Vandaag de Dag van WNL met vandaag. Vooral in het midden en oosten van het land een drukke ochtendspits door sneeuw. Gestuntel van minister Blok zorgt voor problemen met de Eerste Kamer. En wat moeten we dit jaar weer aan met carnaval? Het is 11:11. Dit is Vandaag de Dag en vandaag is het woensdag 6 februari. Een heel goedemorgen en welkom bij Vandaag de Dag. Eventjes leek het misschien of het voorjaar in aantocht was, maar vandaag is het weer een en al winters. En dat gaan we merken in de ochtendspits. Annemarie, goedemorgen. Wel, we komen zo bij je terug, maar nu eerst het nieuws van vandaag de dag. Stef Blok van Wonen wordt op het matje geroepen door de Eerste Kamer. Hij moet in de Senaat volgende week komen uitleggen waarom hij weigert om zijn plannen voor de woningmarkt aan te passen. In de Eerste